Jan, twee hele wedstrijden in de benen. Los van de resultaten, hoe is het fysiek bevallen? Ja, positief. Als je zegt, twee volle wedstrijden gespeeld. Dus ja, dat is positief. Daar ben ik blij mee. Ja, en je stond op het middenveld. We kennen je natuurlijk vanuit Feyenoord ook al vanuit de verdedigende linkercentrale verdediging op het middenveld. Hoe was het voor jou? Ja, leuk. Ik denk dat die positie mij goed ligt. Ook in dit team zeker. Ja, ik probeer van waarde daar te zijn. En ja, wat jij al zei, twee volle wedstrijden op het middenveld. Ja, hartstikke fijn gevoel gewoon. Ja, want hoe kijk je persoonlijk terug op je spel na die twee wedstrijden? Op zich positief. Ik denk dat ik een goed niveau heb gehaald. Het zijn natuurlijk wel de eerste wedstrijden waarin we voor mezelf dan en waarin we niet de resultaten hebben gehaald die we voor ogen hadden. Vooral PEC Zwolle was voor ons natuurlijk zuur en voor mij persoonlijk ook. Maar goed, toch heb ik een goed gevoel overgehouden. En ja, moeten we doorbouwen op zeker op de eerste helft tegen Vitesse. Waarin er had meer in gezeten. En ja, ik hoop dat we die lijn kunnen doortrekken. En zodoende de punten wel gaan halen. Hey, je speelde naast Pol. Wat is het, de samenwerking? Kun je die duiden? Nou, Pol is heel goed in het afjagen, kort op zijn man dekken, de tweede bal winnen. Dat is heel belangrijk, want daardoor kom je eigenlijk aan het voetballen toe als de tegenstander de bal heeft. Ik denk dat dat een goede combinatie is. Ja, en wat is jouw rol dan op het middenveld? Ik probeer vooral in de opbouw veel aan de bal te komen. Een stukje coaching is belangrijk. Ja, gewoon zorgen om het team te helpen waar nodig en leiding te geven en aan de bal belangrijk te zijn met het zoeken van de spitsen en de nummer 10. Ja, en het geluk zit even niet aan ons zijde, maar je zei we hebben een goede eerste helft gespeeld tegen Vitesse. Wat ging daar heel goed, kun je dat benoemen? Ja, ik denk dat we aan de bal goed waren, we konden de vrije man vinden, onder de druk uitspelen. Ook goede momenten van druk zetten, waardoor Vitesse de bal ook op gevaarlijke plekken voor hun verloor. We scoorden een goede goal, nog een paar kansen gehad op de 2-0. Dan is het natuurlijk zonde dat je die wedstrijd uiteindelijk nog verliest. Het geluk zat niet helemaal aan onze zijde, maar we moeten ook kritisch naar onszelf kijken en toch die 2-0 maken of die 1-0 vasthouden. Tweede helft ging Vitesse iets anders spelen en daar hadden wij meer moeite mee. Ik denk dat dat een leermoment is geweest. Al met al veel positieve punten, maar ook een paar punten die we mee moeten nemen naar PSV. Ja, en de trainer benoemt dat een vaste samenstelling is heel belangrijk. We hebben nog twee wedstrijden eigenlijk in een vaste samenstelling gespeeld. In hoeverre zie je die automatisme dan daarin terugkomen? Ja, het is nu kort na twee wedstrijden, maar zie je dat al? Nou, ik denk met druk zetten en het compact spelen dat al een stuk beter gaat. Bijvoorbeeld tegen Zwolle geef je een paar afstandsschoten weg, niet heel veel kansen. En hou je de nul, dat is voor een team erg belangrijk natuurlijk. Tegen Vitesse dan, wat ik al zei, de eerste helft, er zaten veel positieve punten in. En dan zie je dat je als team toch aan groeiende bent. Ik denk dat we die lijn door moeten trekken en dan komen de punten vanzelf.